Goedenavond allemaal en welkom op de presentatie van het winterseizoen 2025 van Outerra. We zijn blij dat we gisteren al de eerste sneeuw op de toppen rond ons huis hebben gezien. Dus we komen echt wel in de stemming en het moment kan niet beter zijn om dan nu die infoavond te doen, hè. We nemen jullie mee door onze manier van wintersport beleven. En dat is voornamelijk op de tourskis. En de tegenhanger daarvan is het splitboard. Dat is echt een snowboard dat je in twee splitst en daarmee naar boven stapt. Wij hebben een e-book geschreven, omdat er heel veel vragen zijn over tourskiën. Wat is dat? Hoe gaat dat? Hoe zit dat met materiaal? Is dat iets voor mij? En ik wil jullie graag dan even door dat e-book laten zien. En we gaan dan ook de link delen van waar je dat e-book kan downloaden. Dus dat is een bron van informatie. We hebben dat allemaal heel gedetailleerd uitgelegd. Wat is het tourskiën? Waarom is het plezant om te tourskiën? Een aantal redenen waarom wij vinden dat jij moet gaan tourskiën. En dan zijn we ook dieper ingegaan op het materiaal. De latten zelf, het veiligheidsmateriaal en de kledij. Dus je ziet, dat is een heel uitgebreid boek. En we kunnen daar heel lang over vertellen. Maar deze avond is er meer gericht om ons programma te doorlopen. En aangezien het e-book kan gedownload worden, nodigen we jullie dus uit om dat op het gemakje thuis een keer te lezen. Voilà. Ik denk dat er mensen zijn die zichzelf in de foto's gaan herkennen, want het zijn dus allemaal eigen beelden en allemaal geschreven vanuit eigen ervaringen. Dus voilà, een werk waar we wel trots op zijn, hè? Ja, zeker en vast. Goed. Ja, wij zitten hier wel voor de camera, maar wie zijn wij? Wij zijn Harne en Sarah. We zouden ook uren over onszelf en onze geschiedenis en onze toekomst kunnen babbelen. Maar eigenlijk komt het erop neer dat wij gepassioneerde outdoor lovers zijn. En wij doen alles graag wat actief is en buiten is. En wij vinden het geweldig om onze passie te delen met andere mensen. En zo is ons reisbureau eigenlijk gegroeid. Alle reizen die we aanbieden, dat is omdat we dat eigenlijk stiekem zelf heel, heel graag doen. En het leuke is dat dus ook andere mensen daarvan genieten. En voilà, van het een komt het andere. Ondertussen hebben we een heel mooi aanbod, vooral in het mountainbiken en dus ook in de wintersport. Wij bieden dus voornamelijk tourskireizen aan en mensen die denken soms, ja, is dat wel iets voor mij en hoe begin ik daarmee? Wij hebben nu heel duidelijk drie niveaus van tourskiën opgesteld. En die pagina staat ook op onze website en op die manier kan je eigenlijk heel gemakkelijk zien of het, in welk niveau dat je past. Als je twijfelt, dan kun je altijd ook een mailtje sturen naar ons en je ervaringen een beetje uitleggen, zodat wij kunnen inschatten in welke tussenhaakjes categorie dat we kunnen indelen. Maar we bieden dus trips aan voor beginners, dus mensen die het nog nooit hebben gedaan, tot mensen die ervaren zijn met het tourskiën. Maar het is wel belangrijk om te weten dat je wel ski-ervaring moet hebben. Je moet echt een vlotte skier zijn. Dat is zeker zo. Maar het deel naar boven stappen, dat kan je dus doen met ons vanaf zonder enige ervaring. Voilà. Ik kijk naar Harre en die vult altijd aan als ik iets vergeet. Hè. Ja, maar tot nu toe vergeet je niet veel, dus ik hoef niet te veel aan te vullen. Allee, misschien nog een beetje over die verschillende niveaus. We hebben dus drie niveaus gemaakt. Het verschil zit hem niet zozeer in de techniciteit, maar wel in de duur van de tochten, in de intensiteit. En vooral dan als we naar niveau 3 gaan, dan zitten we echt al op huttentochten waar we op lijn gaan werken. Dus dan gaan we van A naar B. Is het heel belangrijk dat je effectief die afstand ook gaat kunnen overbruggen.
Zowel dan fysiek als qua terrein natuurlijk. Zolang we op niveau 1 of 2 blijven, kunnen we wel heel flexibel omspringen met de afstanden. Ook met het type terrein dat we gaan aanbieden, kunnen we constant gaan aanpassen aan de groep die we samengesteld hebben. Maar op doorreistochten, dus op huttentochten, ja, is het wat het is. De reservaties zijn gemaakt. Ongeacht het weer en het terrein moeten we wel in die volgende hut geraken. Maar het belangrijkste is, als je twijfelt over welk niveau, dan bel ons even of mail ons even. En we kunnen dan heel snel aan de hand van een telefoongesprek wel uitmaken in welke groep je het best kan aansluiten. We hebben ook een onderdeeltje in ons e-book gewijd aan de mythes over die er heersen rond Turkije. Hoe gevaarlijk zijn. En mensen zeggen ook altijd schrik, vooral schrik van te skiën in diep sneeuw. Ja. Wat je nu op beeld ziet, is een dag uit de duizenden. Heel veel deelnemers of mensen die willen deelnemen hebben vragen bij die diepsneeuw. Kan ik daarin skiën? Ik heb er nog geen ervaring mee. Die diepsneeuw is echt heel uitzonderlijk dat we dat tegenkomen. Als je het tegenkomt, is het echt een cadeau om in te skiën. Maar dat mag echt geen rem zijn om deel te nemen. Sowieso krijg je dat wel onder de knie de keer dat we in dat terrein komen. Dus daar hoef je niet bang van te zijn. Een andere mythe die er echt wel heerst, is dat het heel gevaarlijk zou zijn om buiten de piste te gaan skiën. Dat is ook zo, buiten de piste skiën is gevaarlijk. We hoeven dat niet onder stoelen of banken te steken. Maar er is een groot verschil tussen een pisteskier die af en toe eens buiten de piste gaat, of een tourskier die gegidst wordt door een professionele gids, die weet wat hij aan het doen is, die de weersomstandigheden in de gaten houdt. Zelf draag je ook al het nodige veiligheidsmateriaal, dus je hebt je lawinebieper en sonde. En daarmee kunnen we het risico enorm gaan beperken. Dus vooral in het achterhoofd houden, een pisteskier die buiten de piste gaat, is heel gevaarlijk. Een tourskier die weet wat hij aan het doen is en begeleid wordt, is al een pak minder gevaarlijk. En we kunnen dat risico enorm terugbrengen dan. Kijk, die beelden wilden we jullie toch niet besparen. En we gaan er natuurlijk vanuit dat we wel minstens één poederdag hebben, hè, als we samen op pad gaan. Want dat is een moment dat u nog heel uw leven bijblijft. Dit was de laatste dag van de huttentocht. En ik weet al zeker dat er ene luisteraar die dag niet bij was en dat die nu misschien een beetje op zijn tanden aan het bijten is. Hè, Patje? Dus als het moment zich aandient, dan springen we erop en dan genieten we van de poedersneeuw. Voilà. Heel concreet willen we jullie ook laten zien wat we deze winter van plan zijn met jullie. En ook dat hebben we heel mooi schematisch opgelijst. We hebben, zoals we daarnet aangehaald hebben, onze trips opgedeeld in drie niveaus. En van elk niveau bieden we, of tenminste van niveau 1 en 2, bieden we... Oh, wat hè? Ja, pardon. Van elk niveau bieden we toch een aantal weken aan. Van niveau 1, eentje in januari en in februari. Ook twee niveaus, niveau 2 in januari en februari. En dan hebben we er ook voor gekozen om ook voor niveau 2 toch een huttentocht ook op het programma te zetten. Omdat dat toch iets is wat tot de verbeelding spreekt en eigenlijk ook echt wel heel, heel plezant is. Dus dat niveau 2 huttentocht op lijn en niveau 2 vanuit één centraal punt, dat is eigenlijk hoe dat je jezelf voelt bij de situatie. Als je kiest voor een huttentocht te doen, dan weet je, zoals Sarah daarnet heeft gezegd, dat je 's morgens op A vertrekt en in B moet toekomen. Doet je 4 dagen in lust, dan kun je al een keer zeggen van ik heb het even gehad en ik pak een snipperdag vandaag. Of ik ga een dagje op de piste. Dus dat is veel flexibeler. En dat is toch wel bepalend voor je keuze, denken we. Als je naar de data kijkt ook, dat lijkt misschien kort. Hè. We
we toerskiën telkens 4 keer, 4 dagen zeg maar. Maar 4 dagen is echt wel uitputtend genoeg, uitdagend genoeg. Vooral als je op het instapniveau 1 deelneemt. Wil je dat uitbreiden, dat kan altijd. Je kunt meestal wel een dag vroeger komen of een dag langer blijven, waarbij dat we dan op de piste skiën. Vooral de 4 weken die we organiseren bij ons hier, waar we wonen in Auxerre, daar is geen enkel probleem om een dag op de piste erbij te nemen, ervoor of erna. En eigenlijk met de huttentocht kan dat ook wel, ja. Want dan lassen we een extra overnachting hierin. We hebben niet zozeer ingezoomd op de regio waar wij zitten. Maar wij zitten in de zuidelijke Alpen. De grootste stad hier in de buurt is Gap. Die ligt langs de route Napoleon. En vanuit Gap ongeveer 40 minuten de bergen in. Het skigebied waar we vlakbij zitten noemt Auxerre Merlet. En dat is natuurlijk iets wat we met de tourskis zoveel mogelijk proberen vermijden. Behalve voor niveau 1... Daar starten we onze week met een klim dus langs de pistes en komen we langs de pistes naar beneden om kennis te maken met materiaal en dergelijke. Maar voor alle andere niveaus gaan we ons natuurlijk zo ver mogelijk van de pistes verwijderen. Maar het is dus een pure luxe dat skigebied hier op 10 minuutjes van onze deur ligt. En daarom is dat hier de perfecte uitvalsbasis voor al die tochten. De huttentocht die doen we in de Kerra. Dat is ongeveer op 1,5 uurtje rijden van bij ons in Auxerre. En dat is een heel onherbergzame regio die ook tal van uitdagende mogelijkheden biedt. Hè. Daar kunnen we lyrisch over zijn. Je moet het gewoon zien om het te weten. Ja. En daar ook terug het onderscheid tussen niveau 2 en 3 bij de huttentochten. Hè. Dus niveau 2 gaan we de afstanden iets gaan beperken, terwijl we niveau 3 langere afstanden gaan doen. Maar dat wil dus ook zeggen, als je bij niveau 2 de dagafstand afgelegd hebt, dan zijn we meestal in de vroege namiddag in de hut. En dan kan er daar nog een extra lus voorzien worden voor zij die nog willen. Dan kan de gids nog eventueel een uitstapje van 1 uur of 2 doen, om de dag zeg maar helemaal te vullen. Heb je genoeg aan die kortere afstand, dan volstaat dat ook. Maar bij niveau 3 maken we de hoogtemeters langer, de afstanden worden langer en er wordt ook iets steiler terrein op gezocht. Je ziet ook op de agenda hier 2 trips in Noorwegen. We hebben vorig jaar voor de eerste keer samengewerkt met een partner in Noorwegen. Dat is Ouden van Urort. En dat is eigenlijk de tegenhanger van Outerra in Noorwegen. In de zomer mountainbiket hij, in de winter houdt hij van tourskiën. En wij hebben daar een fantastische trip beleefd. En daarom willen we jullie ook daar deel van laten uitmaken. En ik ga jullie ook nu even een filmpje tonen van onze trip vorig jaar in Noorwegen. Dat is een apart landschap. Letterlijk skiën we van de bergen naar de fjorden. We maken onze plaatsingen met een trein en zo komen we in dorpjes of plaatsjes die met de wagen zijn te bereiken, enkel met een trein of een skis. Het is ook een tocht op lijn, maar we maken niet altijd de verbinding op de skis. Dus we maken soms een bus, waarvan we een trein nemen om naar onze volgende bestemming te gaan. Maar het is een heel ander landschap dan bij ons in Frankrijk. Ik denk dat we allemaal akkoord zijn dat de uitspraak bergen zijn bergen, dat helemaal niet geldt. En dat enkel wordt uitgesproken door mensen die niet met de bergen vertrouwd zijn. Dus ik kan u verzekeren, de Noorse bergen, fjorden zijn helemaal anders dan wat we hier in Frankrijk te zien krijgen. En dus zeker en vast de moeite. Voilà. We gaan dat niet 2 keer bekijken. En dan graag laten we jullie wat beelden zien van de huttentocht van vorig jaar. Het is maar omdat een beeld meer zegt dan 1000 woorden. Natuurlijk kunnen we daar van alles bij vertellen. Je ziet al bijvoorbeeld dat die rugzakken veel groter geworden zijn.
Wij sturen wel een gedetailleerde paklijst uit, waar echt wel op staat wat je nodig hebt. Als je daaraan houdt, dan kun je nog altijd met een comfortabel gewicht en een comfortabele afmeting die hitte toch doen. Je hebt heus niet voor elke dag verse kleren nodig. Iedereen, je ziet dat, die gaat daar gekleed in de kleren die hem al een paar dagen aan heeft. Dus dat allemaal bepaalt. Dit is een voorbeeld van een extra lus die we gedaan hebben. Dus we waren iets vroeger in de hut, dan wordt er nog een extra uitstap gedaan. En zoals je ziet, komt er echt wel verschillende soorten sneeuw tegen. Hè? Het moeilijke of het andere, wat er anders is aan het toeskiën dan op de fietsenskiën, is dat je inderdaad moet voorbereid zijn op de wisselingen van de sneeuw. Je kunt 2 meter diep sneeuw hebben, dan kun je kartonnee sneeuw hebben. En je moet eigenlijk in staat zijn om je constant aan die veranderingen aan te passen. En dat is eigenlijk iets wel de grootste uitdaging bij het toeskiën ten opzichte van het skiën op de piste, waarbij de pistes helemaal geprepareerd zijn. En wij zijn van spreken met de ogen dicht, om het goed te zeggen, naar beneden te skiën. Je zag hier net even de droogkamer waar al het materiaal gedroogd wordt. Het staat vol met skis, vol met schoenen. Terwijl je eigenlijk overdag zo goed als iemand tegenkomt. Hier is het 's morgens. Iedereen komt uit de hoek en iedereen gaat zijn eigen richting uit. En een half uur later zit hij alleen op de berg. En dat maakt het wel heel bijzonder natuurlijk. We proberen ook zo vaak mogelijk met dezelfde fiets te werken, met Le Mans. Le Mans is een jongen uit de streek hier, die echt wel de bergen heel goed kent. En heeft echt wel een neus om de perfecte plekken te vinden om te gaan afdalen en veilig te kunnen stijgen. Hier bijvoorbeeld zijn we 3 keer naar boven gegaan omdat de sneeuw zo goed was. Dan maak je zelf je eigen spoor. Ja, dat is een geweldige dag dan. Hè? Als je naar de filmpjes kijkt, dan zie je dat het stijgspoor gaat bergop. En dat is dan eigenlijk, hoe steiler het wordt, dan wordt dat stilgezet aan een zigzag. Elk punt waar je dan bijna 180 graden draait, dat is spitskeren of een conversie. Dat is een van de technieken die we vragen dat je kunt als je meegaat op niveau 2 of 3. Als je voor de rest volledig fysiek in orde bent en je hebt de skiervaring om veel naar beneden te skiën, dan moet je dat ook niet laten weerhouden van toch deel te nemen aan dat niveau. Skiskeren is iets wat je heel snel leert als je een beetje hoekelijk met sneeuw en het skis aan de voeten. Gewoon even wennen met de hielen langs naar boven gaan, maar als je 3 keer geoefend hebt, dan kent je de basis en na een dag of 2 zet je daar heel veel mee over. Als je de techniek niet 100% machtig bent, dan kost het meer energie om die conversies te maken. En dus eigenlijk kun je die, als je dat zo zegt, nog niet kunt, kun je die op een slordige manier maken, waardoor dat je natuurlijk wel veel meer energie verbruikt. Maar dat is iets waar je snel genoeg achter komt en met een beetje doorzetting wel rap mee weg zijn. Maar dat is misschien wel het belangrijkste om naar boven te stappen. Qua techniek dat je onder de knie moet hebben. Okido. Ik hoop dat die dingetjes goesting geven. Voilà. We hebben het nu gehad over onze toerski weken. Op verschillende niveaus. Maar sommige mensen weten of weten niet dat wij ondertussen hier in de Franse Alpen wonen en een huis hebben gebouwd met gastenkamers. En wij willen natuurlijk ook graag ons huis, wat we Maison Outera hebben gedoopt, willen we graag ook even aan u voorstellen. Want het is ook wel zo dat je kan boeken voor bijvoorbeeld een week te skiën op de piste vanuit Maison Outera. En we hebben daarvoor dus ook een pagina op de website aangemaakt, dat ten eerste ons huis
laat zien en een beetje vertelt waar het gelegen is, wat de modaliteiten zijn om te boeken bij ons, welke activiteiten je kan beleven, zowel in de zomer als in de winter valt er hier enorm veel te beleven. En waar je ons kan vinden. Hè. Ons dorp heet Orsière, dat is op ongeveer 950 kilometer van Brussel, in de buurt van Gap. Wij liggen heel zuidelijk, lees op Alp, en het heeft als voordeel dat er hier 300 dagen zon zijn per jaar. Dus ook de winters en de skidagen zijn heel zonnig. En dat is buiten de prachtige bergen, is die zon wel een van de grootste troeven om bij ons te komen zoeken. Dat wilden we zeker ook meegeven. En jullie krijgen van ons ook een preview van ons huis. Van de omgeving. We zijn gelegen in een doodlopende vallei, dus de boerderij die je rechts van het huis ziet, is het laatste huis. En daarna loopt het 2 kilometer verder en dan is er het laatste dorpje en stopt de vallei. Dus van daaruit kan je vertrekken voor wandelingen in de zomer en tourskitrips in de winter. Rijd je naar de andere kant, dan rijd je 5 kilometer de kool op en dan zit je in het skigebied dat je hier ook boven ons ook ziet liggen. Dus wij liggen in de luwte van het skitoerisme op de pistes. En toch kort bij de pistes, kijk, boven hier het skigebied liggen. Kort bij de pistes en heel kort bij alle uitstap vertrekplaatsen, hè, om het zo te zeggen. Voilà. Ik heb proberen. Voilà. Lekker zo. Goed. En omdat wij zo goed gelegen zijn, vlak bij de skipistes, bieden we natuurlijk ook pisteskivakanties aan. Ja. Dus het is een skigebied wat volledig op het zuiden gericht is. Hè. We pakken het beste mee van het weer en van de zon. Je ziet daar de 4 skiers staan, die staan in het skigebied. De andere kant van de vallei is het tourskigebied. Is allemaal op het noorden gericht, met geweldige sneeuw, massa's mogelijkheden. Maar dus, mocht er een slechtere dag in het weer tussen zitten, of stel dat het tourskiën niet bevalt, of je hebt een mindere dag, dan is er altijd een backup om op de piste te komen skiën. Een skigebied met 100 kilometer piste. Alle soorten pistes die je wilt. Natuurlijk bieden we ook heel de winter aan. Kun je bij ons komen logeren om te komen piste skiën op eventueel. Ja, en dan laat ik ook graag eventjes de pagina op de website zien die we daarvoor hebben gemaakt. Dus dat is eigenlijk een trip waarbij je dan alles leest over onze woning en over hoe de week eruit ziet. En als je op de knop boek nu drukt, dan kan je de week een week kiezen. En kan je voor die week boeken. Voilà. De prijzen verschillen natuurlijk in functie van hoogseizoen en laagseizoen. En de vakantieweken zijn natuurlijk iets duurder, maar dat staat allemaal duidelijk op onze website. We vermelden ook graag eventjes dat we op dit moment een tijdelijke actie doen, waarbij dat we 5% korting geven als je boekt voor een wintersportreis met ons. Voor 15 oktober, het is voor de snelle beslisser en we geven ook mee, er is 1 actie die we doen, voor de rest volgen er geen. Dus als je een voordeeltje wilt doen, dan is het nu. We zullen de code ook nog wel eens delen in de chat en de link naar onze website. En dan zijn we bij het einde gekomen van onze presentatie en we horen graag of er vragen zijn, want we zijn... We hebben heel grof alles geschetst, maar we staan open om te antwoorden op uw vragen. En je kan ons natuurlijk ook later nog contacteren
met allerlei vragen.